Oei. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Brr, zondagmorgen. Yes. Alleen één ding vandaag. Geen voetballen. Ik heb het helemaal gehad. Voetballen. Jongen. Nee, alle gekheid op een stokje. Nee, we hebben gisteravond gevoetbald tegen Achillesveen. Man, wat een wedstrijd. Eerste helft begin je goed. Nou ja, dan is de vraag wie gaat het eigenlijk doelpunt maken. Nou, Achillesveen twee keer. 0-2, ruststand. Maar ja, we hebben het al eens een keer eerder gehad. In achterstand met rust wil niet zeggen dat het dan ook al klaar is. Wat tactische omzettingen gedaan, wat dingen besproken. Jongens, gas erop. Nou, gas werd gegeven. We hadden het 1-4-2. In de rug, of in de tweede helft. Mooie openingsgoal van... begon met een mooie kopgoal. Openingsgoal. En het liep. Het was gewoon een genot om naar te kijken met het spel wat we hadden. Alleen ja. Dan uiteindelijk. Oh ja, en dat was er weer een dingetje. Ik heb nu drie wedstrijden achter elkaar. Heb ik een goede voorspelling gedaan met iemand die ging scoren. Drie wedstrijden geleden eerst met Jep. Ik zei Jep, vandaag. Ik gun het je, vandaag gaat er eentje in. En hupskate, het gebeurde. Vorige week. Hetzelfde. Met Job. Ik zeg Job, vandaag ben je aan de beurt. Vandaag prik ik erin in. Ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld met de 1-0. Dat was Willewol, netjes, Job. Helemaal prima, top. En gisteren met Owen. Owen moest eventjes nog gemasseerd worden. En op een gegeven moment ben ik klaar. Ik zeg Owen, zeg vandaag wat hem dan? Overigens dat zij... Stijn zei er ook iets van ja, vandaag moet het een keer gebeuren. Ik zeg, Owen, vandaag gebeurt het. Vandaag gaan we dat doelpuntje. En hij maakte op in school. Mooie, prachtige kopgoal. Nou, was goed. En voor de rest aan het team gewoon prima gewerkt. Ja, het is alleen vervelend dat je uiteindelijk dan die 4-2 voorsprong toch nog uiteindelijk weggeeft. Hadden we gezegd tegen Achillesveen met rust van nou, met een gelijkspel daar zijn we tevreden mee. Ja. Nou, dat is toch een beetje zuur dat je me eigenlijk niet over de steek getroffen hebt. Als winnende partij. Goed, 1-1 kunnen we mee leven, maar boah, dat was eigenlijk wel een beetje zuur. De laatste doelpunt was eigenlijk. Daar kunnen we wat over zeggen, maar dat gaan we niet doen. En Dirk? Goed, laten we verder achterwegen. Het is wat het is. 1-1, Achillesveen, goed gespeeld. Netjes. Vandaag lekker gesport voor mezelf. Prima. En dan gaan we vandaag maar eens eventjes anders benutten dan normaal. We gaan straks even naar Houten. En dan dan gaan we de zondag maar op een andere manier besteden. Dan alleen maar fitnessen en voetballen. Maar goed. Och jee. Oei, daar gebeurt hier iets voor mijn neus. Nou, ik zal er maar niks van zeggen. We kunnen door. Nogmaals, prima. Vanwege natuurlijk begonnen met mijn nieuwe werk. Met de COA. 2 dagen gehad. Het is wel even anders dan wat ik had gedaan. Minder intensief, fysiek. Maar wel... ik ben blij dat ik de overstap gemaakt heb. Ja. Ik ben blij dat ik de overstap gemaakt heb. Het is natuurlijk een heel ander soort werk dan wat je gedaan hebt. Het is minder fysiek. Maar uiteindelijk ook wel weer meer administratie, meer vanuit de organisatie werken, moeten werken met rekening houden met bepaalde richtlijnen die nu echt gewoon noodzakelijk zijn. Dat is wel weer een ander dingetje. Maar voor de rest is het helemaal prima.
Ik ben er tevreden over dat ik de stap gemaakt heb, zeker weten. En ja, dat is nog een ander stukje in het verhaal, is dat ik eerst boven formatief, of ben boven formatief geplaatst in Gravenhout, en dat je eigenlijk over bent als huismeester. En ik kreeg dan meteen te horen van oké, in Oorschot, daar zoeken ze nog een huismeester. Ja, Oorschot is natuurlijk ongeveer 3 kwartier rijden, uurtje. Een stukje verder weg. Maar goed, daarentegen is het dan wel de mogelijkheid dat ik dus binnen formatief geplaatst word. Oftewel, dan ben je onderdeel van een vast team. Als je dan vast zit, stel dat de COA dan op korte termijn zou gaan krimpen of wat dan ook. Als je boven formatief bent, dan ben jij eigenlijk de eerste die eruit gaat. En ben je binnen formatief, dan is dat minder aan de hand. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan gebeuren, maar dan is het minder aan de hand. Dus ja, dat is een keuze die ik dan ga maken. En ja, wat zal die keuze zijn? Dat weet ik nog niet. Dat hangt van het gesprek af maandag. Maar dat kan ook inhouden dat er wellicht een mogelijkheid in zit als ik dan in Oorschot geplaatst word en ik krijg het moeilijker rond met mijn werk qua werktijd. Want ik moet ook 1 keer of 2 keer in de maand een avonddienst draaien of een weekend. Een weekend is dan 1 of zaterdag of zondag. En ik zou daar moeite mee krijgen met het plannen daarvan, met de collega's. Ja, dan moet er misschien wel wat gaan veranderen. En dan zou het in alle slechtste geval zou het dus kunnen zijn dat ik misschien moet stoppen bij Juliana. Goed, voorlopig is dat dus nog niet. Ik heb wel al met mijn weekplanning, met mijn uren gekeken dat ik het op die manier probeer te plannen dat ik op de donderdag en de dinsdag vroegtijdiger weg kan vanuit Oorschot. Dus dat ben ik al aan het kijken. Maar goed, als die locatiemanager daar zegt van ja, ik wil het toch op een andere manier ingevuld hebben, of ik wil dat jij wel gewoon omwisselend zaterdag, zondag moet gaan werken, ja, dan ja, dat kan er wel eens een beetje lastig worden. Ik heb natuurlijk eventueel wel de mogelijkheid om Guido te vragen, of misschien Bas, of kijken, maar ja, dat wordt wel even een puntje. Maar goed, zover is het nog niet. Mocht dat zo zijn, ja, dan wordt er natuurlijk op tijd even doorgespeeld. Dus, maar voorlopig, hou het nog even gewoon aan, dit seizoen maak ik sowieso af. Dat is in ieder geval, dat gaat sowieso gebeuren, maar ja, voor komend seizoen is dan nog wel eventjes een puntje. En, maar goed, misschien weten we dat al voortijdig. Dus, goed, voor nu ga ik afsluiten. Ik ben al thuis, ik sta natuurlijk even stil. Ik ga even lekker douchen en dan omkleden. En dan gaan we de rest van de dag beleven. Dus, nou, bij deze zeg ik dank voor het kijken. Even een duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week zondag weer terug. Want dit blijft natuurlijk wel goed doen. Of dat nog straks met voetbal stop, ja of nee. Ik ga dit natuurlijk wel gewoon doen. Alleen ja, dan komt er minder voetbal praten. Het is moeilijk andere onderwerpen gaan zien te vinden. Dus, maar dat komt ook wel goed. Komt ook wel goed. Oh ja, afgelopen vrijdag carnavalsfeestje. Dat is geweldig. Top. Ook weer een feestje. Ben Walde, Juliana. Top feestje. 31 mei hebben we nog een 7 tegen 7. Bij Juliana. Dan ga ik achter de bar staan. Dat wordt gezellig. Wordt ook weer gezellig. Goed, even vooruitlopend. Duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zeg, tjoe!